Hallo vrienden van de review, hoe is het daar? Eens even kijken wat onze Ahmed heeft opgestuurd. Ach, een flesje. Het is niet zomaar een flesje. Het is een heel eng flesje waarvan alles in gebeurt. Tears of a Wizard heet het. Ik word daar nou niet echt dorstig van, zeg maar. Deze tranen van de tovenaar, die komt uit Engeland. Er zit inderdaad geen suiker in. Nou, dat is hartstikke leuk dan. Er zitten wel 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 E-nummertjes in. Dus niet slecht voor je tanden, maar voor de rest van je lichaam. Haha, lekker man. 1, 2, ploep. Even proeven. De tranen van de tovenaar. Het bruist. En ja, er gebeuren allemaal vreselijke dingetjes in. Allemaal. Het ziet er toch uit als iets wat je niet wil drinken. En het ruikt ook naar iets wat je niet wil drinken. Hé? Het is voor iets wat suikervrij is. Abnormaal zoet. Weet je hoe het smaakt? Het smaakt naar vanillevla met prik. Serieus. En ik kan je vertellen, ik ben gek op vanillevla. Hoe lekker is dat? Natuurlijk hartstikke leuk, hè, al die effecten in je glaasje. Laten we eerlijk zijn. Dat moet natuurlijk een zootje rotzo zijn om dit voor elkaar te krijgen. Daar word je niet helemaal lekker van. Want het ziet er natuurlijk gewoon uit als onverwerkte diesel. Zo smaakt het eigenlijk ook wel een beetje, maar dan met een vanillesmaak. Maar ja, het is ook niet vies hoor. Het is een beetje, ja, hoe zeg je het, lekker gek. Hè? Tranen van de tovenaar, lekker gek, lekker flesje. Het is ook een beetje dik. Deze traantjes van de tovenaar, die brengen mij nou niet direct aan het huilen van plezier. Het is, ja, ik weet het niet. Vast leuk bedoeld. En er zullen heel wat mensen denken, goh, wat lekker gek, dat ga ik een keer proberen. En dan drinken ze en denken ze, nou, dat ga ik nooit meer proberen. Maar dan hebben ze wel dat flesje verkocht met het spul. The Tears of the Wizard, hartstikke leuk, maar niet hartstikke lekker. Het is eigenlijk een beetje misselijkmakend, liever gezegd. Ik ben een beetje misselijk. Krijg van mij een 5. Tranen van de tovenaar, om te janken.